Waar was jij zaterdagavond? Ik was bij Grote Dome. Ja, ik moest even... <laughs> Ik was daar. Je bij Grote hè? Want uh, ja, jouw teamgenoot is uh, eindelijk Light Heavyweight Champion Ja man, dan. eindelijk. Daar ja. wordt voor gestreden. Mm -hmm. De eerste van Den Haag. De Haagse, Haagse kampioen nu. Ja. Nu nog, uh, nog een paar te gaan. Hoe voelde het voor jou om uh, te zien dat Tarek eindelijk de titel... Uh, ja, ook trots man, ook gewoon een uh, voldaan gevoel natuurlijk. Kijk, uh, we leven allemaal met elkaar mee in een sportschool, zijn één familie. Dus uh, ja, dit is de eerste voor, de, voor, de, voor ja En uh, er komen nog een paar, die er er moeten erbij komen. Dus uh, we gaan ervoor met z'n allen. Bantamweight moet erbij komen. Middelgewicht moet erbij komen. En met een beetje geluk, Errico Kel. Ken, maar 70 kilo is weg natuurlijk. 70 ah, kilo, die is wel weg bij de glory. Voor <F2> het juist. lichtgewicht? Juist, lichtgewicht. En is dat misschien de reden dat, dat Dan Tijani heeft gezegd, oké, okay, dan ga ik naar het welk? Ja, 77. Kunnen? Ja. ja dat denk ik wel okay. want 77 kilo is niet meer zo interessant bij Glory ja. Vandaar dat ze die even hebben geschrapt ja. en dan, uh, dat is de reden ook dat het jaar niet nou naar 77 gaat ja want Erico die kwam eruit met een ongelofelijke oog hè heb je hem nog even daarover gesproken ja ik was in de kleedkamer natuurlijk met hem ja uh, hij kreeg volgens mij tweede ronde kreeg hij een type in zijn oog ja dus die die gelijk op en ja. uh, hij kon niets meer zien hij zag dubbel ook weer strijdershard, hij, uh, je kan ook zeggen ja weet je ik vecht niet meer want hij zag gewoon dubbel hij kon ja. niets meer zien was het team geweest als hij dat zei. Ja, uiteindelijk gewoon doorgevochten, uitgevochten. had uiteindelijk niks te vertellen natuurlijk, maar ja. Toch wel hard dat hij... Uh, mm. ...toch uit heeft gevochten. Ja. Ook om de wedstrijd van Tariq tegen... Uh, ...Dunaghy was veel te zeggen. Ja man. Op het moment dat... Uh, ...Mike de, de ring in komt bijvoorbeeld. Zeker. Uh, wat vond jij ervan? Hoe heb ja. jij de wedstrijd beleefd? Laat het zo zeggen. Ja, op die manier. Ja, ik... ik je zit er ook met veel emotie in, weet je. Kijk, er gebeurt van alles. Ook omdat Mike erin kwam, dacht ik ook even van shit, weet je, wat gebeurt er? Omdat je weet dat het niet mag bedoel je? Juist, weet je. Maar ja, wat Donnicky deed is ook niet goed. De scheids kwam ertussen, hij sloeg na de derde of laatste ronde gaf Mike, daar een beetje uit zijn mond, gaf hij nog een trap na zo De scheids deed ook allemaal rare dingetjes, dus het was een wedstrijd met veel, veel op en her. Maar dat maakt het ook wel weer leuk, weet je. Ja. Dat maakt het ook wel weer leuk. En weer iets om het over te hebben. Juist, iedereen praat erover, dat is ook weer goed. Dus ja. Het is wat het is, gewoon lekker belaten en uh, daar is kampioen. Ja, zeker weten. Maar het toernooi zelf, hoe heb je die beleefd? Ja, ik vond het gruwelijk man. Ik vond het echt top. Ik had het uh, zelf niet zo verwacht. Kijk, toernooi is altijd top. Maar ik dacht altijd, weet je, met... hij mist een paar namen, dus het wordt wat minder. Mm -hmm. Maar Uiteindelijk, de eerste wedstrijd begon met Levi volgens mij tegen Uku. Ja. En gelijk die seconden, boom, gelijk klaar. Liggen. Gelijk dacht, Oh shit. <laughs> ja. ja, man. Ja, de Levi komt terug. Ja, yeah. man. En tweede wedstrijd uh, Rajab dan, die uh, verbaasde me tegen Cookie. En uh, aan de andere kant had je Katjap tegen uh, Benny. Yeah, Katjap tegen Benny, ja. Ook een mooie wedstrijd. En dan uh, Rico tegen Ladouni. Nou, iedereen weet daar de uitkomst al van natuurlijk. Oh ja? Yeah? Ja, Rico. <laughs> <Smake>. Ja, toch. <laughs> ja, easy. <laughs> Dat kon, kon je wel voorspellen toch? Ja. ja. En wat vond je van Cookie tegen Rajab? Ik vond uh, ah, Rajab ah, echt, uh, echt een baas, man. Echt een baas, gewoon schijt, gewoon vechten. Met hem. Maar het leek ook niet echt alsof je heel veel moeite had. Nee, dat is het ook. Maar ja, je ziet toch wel... Kijk, ik dacht eerst, weet je, het is toch 20, 30 kilo verschil ja. ertussen. 24 kilo gewoon. Ja. Ja. Maar je, dan zie je toch ook wel het verschil qua snelheid wat dat impact heeft op die wedstrijd. Want Cookie, die kon er niet bij eigenlijk. Die kon hem bijna niet raken. Raakte hem een paar keer goed. Rajab ook een goede kin. Maar Rajab was gewoon elke keer een stuk sneller dan hem. Ja. Met counteren, met bewegen, alles. ja dus uh, ook veel mensen zeggen ook dat hij de verrassing zou zijn. Ja, hij heeft weliswaar de titel niet meegenomen, nee. of de Grand Prix gewonnen. Maar hij was wel echt de verrassing toch? Ja, man, hij heeft de hart van de mensen uh, gewonnen. Dat heb je sowieso van de fans. Vind dat... je dat belangrijker dan dat je titels wint? Kijk, uiteindelijk is titel toch wel het allerbelangrijkste. <laughs> ja. Maar ja, de hart van de fans is ook wel belangrijk hoor. Ik zeg je heel eerlijk: People's Champ. Ja, man. Je ja. zag ook toen hij tegen Levi had gevochten. Ik vond dat hij had gewonnen tegen Levi. Uh, Levi moest een uh, toespraak doen bij, uh, bij Joe, en uh, Rajab ging in de hoeken staan. En ja, die was bezig met zijn los. eigen fans. Ja, man. Die maakte er eigenlijk. Het ging helemaal van. los die kon leven niet eens horen. Dus ja, dat ja. zegt toch genoeg hoor, wat je met de fans hebt gedaan. Ja. Nou, oké, okay. maar Levi heeft wel de finale gehaald. Wat vond je van Levi? Ook een strijder, man. Hij is neergegaan in de eerste ronde, daarna sloeg hij hem neer. Tweede partij tegen Rajab, uh, gaf hij hem acht tellen. Kijk, daar waren ze het niet zo mee eens, geloof ik. Die acht tellen die hij ja, kreeg. Ja, maar het was sowieso uh, best wel een, ook weer een vage wedstrijd. Het was een rare beslissing. Ja. Want die, knie van, de, van hem tegen Rajab vond ik ook niet echt, 100% achtellen tellen. Ja, ja, ja. Maar ja, het gebeurt, dus dan moet je door. Nou, hij wint mm. hem. Dan heb je Eigenlijk gedaan. is hij op tegen Rico, maar ja, toch strijden tegen hem. En toch nog neerhalen, ook tweede ronde, dus ja. Ja, ja, ballen ja en stond. hij gaat hem inderdaad neer met een uh, spinning backfist. Ik dacht het is klaar, want hij ging met zijn hoofd naar de kant. Ja, 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 hij zit er goed op. Maar het, het, met een backfist, als die raak is, dan, dan, dan is het bijna fataal, man. Oh ja, vertel. Ja, ik in <laughs> het leven, misschien, bij mij heb gekeken een beetje. <laughs> ja, dacht, zag ik even, even kijken. Even Jan een ja. Dus, ja, als je hem raakt, en je verwacht hem totaal niet, weet je. En je zag Rico was gewoon helemaal op voorbij zitten. Ja. Dus ja, is het timing? Is het... Dat ook. Timing ook. Maar. Levi zegt nog wel, hij gaat hem echt gooien, hij gooit zijn gezicht als druk druk erin en hij knalt hem erin. <laughs> ja. Maar ja, hij was snel genoeg, dus Riek kon hem verwachten. niet ja. verwachten. Dus ja, hij zat er top Waar op. komt het vandaan dat wij nu echt gezien hebben dat uh, Badr slaat hem twee keer neer, hij staat op en hij gaat verder. Djamal slaat hem neer, hij staat op en hij mm. gaat verder. Nu weer, waar komt dat vandaan denk je? Waar, waar ligt zijn kracht dan? Ook denk ik gewoon conditioneel. Want als je conditioneel sterk bent, kan je gewoon sneller herstellen. Maar ook gewoon uh, het hart man, Vecht vechters hart. Dat is ook belangrijk. Ja. En gewoon niet willen opgeven. Dat, 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 dat zit bij Rico gewoon echt heel, heel diep. Een wedstrijd met veel, veel op en her. Iedereen praat erover, dat is ook weer goed. Het is wat het is, gewoon lekker belaten. En uh, daar is kampioen. Ja, zeker weten.